Bakkerli is de man die de leiding in handen heeft en nu vergezeld wordt door een jonge mascotte. Wedstrijden voor VVV. Lastig om de stap. En nu dus de nummer 1 bij PSV. Dit is de elf van VVV met Van Ooyen, ex-PSV, Kettermol. Lindhorst ook ex-PSV. Sinclair, gehuurd van Watford. Darvalu, gehuurd van Vitesse. En Opoku. De snelle voorhoede en ook een voorhoede waarvan verwacht mag worden dat de doelpunten vandaan komen. De koning en Jay Driessen daarnaast. De koning is terug, leven Jay Driessen. De elf van PSV met Thomas Iataren en Rosario als middenvelders achterin. Dan zag je Dumfries, Baumgartler, Schwab en Boskakli en Gakpo, Bergwijn. En Bruma. Kijken wat Darvalu vandaag kan doen in de punt van de aanval. Hier is hij voor de eerste keer, de Algerijn. Gehuurd van Vitesse. Nou, daar is Bergwijn het meest blij mee met die bal terug van Darvalu. Dat zal toch wat zijn, zegt Bergwijn. Oh, die glijdt weg. Poeh, wat zal daar opgelucht ademhaald worden door heel VVV. Bergwijn die wegglijdt op het moment dat hij daar om Kiesbaum heen lijkt te kunnen. Dumfries wat moeizaam aangespeeld. Diepte gezocht bij Opoku. Nou, die heeft daar toch een aardige kans. Het leek een overtreding van Rosario. Maar het mag allemaal verder. En dus moet uiteindelijk Kiesbaum ingrijpen. En in tweede instantie wordt de bal weggehaald door Jansen. Weer een benauwd moment. Heeft Bruma een grote kans. Red Kiesbaum is wel geblesseerd. En Jansen was ook nog belangrijk. Nou, niet van harte. Boska. Iataren. Komt er niet aan toe om eruit te komen. Bruma weggestuurd door Bergwijn. Schiet wild. Wild. Verraast. Dat is slordig van Thomas. Darvalu gaat profiteren. Nee, nog niet. Maar nu, nee. Van de lijn gehaald inzet van Sinclair. Dan krijgt Darvalu nog een herkansing. En haalt nu Thomas opgelucht aan. Zoals Darvalu dat helemaal aan het begin van de wedstrijd deed. En hij is de grote opruimer. Baumgartel. Thomas die hem zo afgeeft aan Darvalu. Die dat uitstekend doet. Maar Oenerstal komt er ook goed uit. En Sinclair ziet zijn inzet door Baumgartel van de lijn gehaald. Pacionik. Kopte die bal, maar niet echt overtuigend. Waardoor de schietkans er was voor Iataren. Blessure bij Lindhorst. Hier loopt Lindhorst de pijn aan de linker enkel op. Ja, zonde Evert Lindhorst. 4 doelpunten. En ze zijn al zo schaars bij VVV. 17 in totaal. Dit seizoen 4 door Lindhorst gemaakt. Maar hij kan inderdaad niet verder. En dus moet al vroeg Simon Jansen komen. Paas van Iataren. Dat is een geweldige paas. En daar moet toch eigenlijk meer mee gedaan worden. Nou, wat Thomas hier doet met het rechterbeen.
En excuses van zwakker been dan het andere been mogen op dit niveau toch eigenlijk niet tellen. Als je hem zo krijgt, moet je hem beter raken. Pasionik deed dat goed. Hier is Opoku. Bal net even een beetje achter Darvalou, maar die kan toch nog aardig uithalen. De eerste welgemeende applaus voor Oussama Darvalou, de 26-jarige Algerijn. Nou, zo flitsend als in de eerste 10 minuten, dat gaat het niet bij PSV. Wel hebben ze, zoals verwacht, de bal. En de individuele actie met man als Iataren, dan kan het wel gevaarlijk worden. En dan wel raakt. Nee. Bruma gestuurd door Kiesbaum. Ja, als dit soort kansen er niet in gaan. Eigenlijk moet een doelman van zo dichtbij kansloos zijn. Koem. Ketermo. Dat is een goede bal. Goede bal. Pacionik. Opgevangen door Pozgakli. Het is vrije trap voor VVV. Van Ooy. Vrije trap van Van Ooy is gevaarlijk zat zich. Wat een kopstoot van Reusler. Oenerstal moet hem onder de lat vandaan halen. Pacionik. Als Opoku en Sinclair ook een beetje mee kunnen met Darvalou, dan wordt dat nog wat daar met die voorhoede voor VVV. Jans, Simon, Jans de Roel. Sinclair. De supporters van VVV die er meer en meer in beginnen te geloven. En waarom ook niet? Darvalou krijgt de ruimte om uit te halen. En dat scheelt allemaal niet zo heel veel. Van aarzelend en een grote kans weggevend aan Bergwijn heeft hij laten zien waarom VVV zo blij is met zijn komst. Ketamo. Ja, ze zijn er maar hoog in. Waarom niet? Sterke mensen staan daar. Darvalou nu wel. Nee! De paas was van Ketemol op Opoku. Die hield de bal goed bij zich en schenkt hem dan uiteindelijk aan Darvalou. Daarachter is nog Bruma. Uit het oog verloren. En is hier Bergwijn. Omringd door 4 spelers van VVV, maar Bergwijn is zo snel en zo handig. Koen. Jans. Valt toch met veel flair in. Simon Jans. Darvalou met een prima aanname met een achterstandbeen langs die bal zo voorgeven. Ja, alsof je met 5-0 voor staat. Hij oogst daar veel applaus mee. Het is toch ook prachtig. Bij VVV hebben ze de schroom van zich afgegooid. Een voetballer naar vermogen mee kan natuurlijk ook zomaar verkeerd aflopen. Bijvoorbeeld als de snelle Bergwijn de ruimte krijgt die meestal wel weten benut. Simon Jans verliest de bal aan Bruma. Hij kan het herstellen. Wel levert het een hoekschop op voor PSV. Gaat richting Dumfries. Hier is Rosario. Thomas en dan van dichtbij Kiesbaum weer de baas. Met een mooie zweef
de kopbal van Dumfries onschadelijk gemaakt. Die trouwens ook wel mooi hoog komt. Hè? Jansen, Simon Jansen, penalty. Boskagli die is te laat. Opoku. Door het midden waar Oerenstaal kiest en VVV leidt halverwege de tweede helft. Bleef lang wachten, maar uiteindelijk gaat dan toch Oerenstaal met het linkerbeen is hij er nog dichtbij, maar niet dichtbij genoeg. Jonathan Opoku. 17 jaar nog maar. Noni Madueke. Crystal Palace. Overgeveld van jong PSV. Iataren. Iataren meegegeven. Dumfries. Dumfries wel eerder bij de bal. Nu is Kiesbaum gepasseerd. Maar heeft hij dan het geluk van de doelman die al veel reddingen heeft verricht. Iataren krijgt de bal nog voor de voet en schuift hem een meter naast. PSV, dat goed begon, is ver weggezakt. Kan het toch nog wat halen? Ja! Het pakt toch nog een punt via Dumfries. Het pakt toch nog een punt via Dumfries, de aanvoerder. Ja, en dan ga je zitten en dan vloek je. Want maar 2 minuten extra tijd. Maar Dumfries, de man die nooit opgeeft, sleept er dan toch nog een resultaat uit. Het is beter dan helemaal niks. Zal de gedachte zijn in Eindhoven en dat je als trainer van VVV baalt dat je een punt overhoudt aan een wedstrijd tegen PSV. Dat is voorafgaand een gekke gedachte, maar wie de wedstrijd gezien heeft zal er anders over denken.